Hyven is een subsidieproject wat we trekken als Fountain Fuel samen met Allied Waters en met hulp van de provincie Utrecht om te zorgen dat er meer waterstofbestelbusjes in Utrecht gaan rondrijden. Dat past natuurlijk heel goed in de ambities van de provincie Utrecht die in het waterstofconvenant zijn vastgelegd waar ze echt als provincie zwaar willen inzetten op waterstofmobiliteit. De provincie wil heel graag dat we schoon, duurzaam, gezond en ondernemend zijn. En dat komt hier allemaal samen, want met waterstofvervoer kunnen we schoon en emissieloos in de provincie toch spullen van A naar B krijgen. En we willen natuurlijk heel graag een schone toekomst. Dus het is heel belangrijk dat we niet alleen de personenauto's en vrachtwagens, maar ook bestelauto's hebben die schoon en emissieloos kunnen rijden in onze provincie. Nou, vooral laten zien dat het kan. De discussie die vaak is gevoerd van waterstof, is dat niet een droom? Nee, het is geen droom, het is werkelijkheid. En dat we hier een aanzet doen, ook voor het landelijk klimaatakkoord, om te zorgen dat we meer CO2 gaan reduceren. Praat je over bestelbusjes, daar rijden op dit moment tussen de 950.000 en 1 miljoen exemplaren van rond in Nederland. En die moeten allemaal zero-emissie worden. Dat gaan we niet redden met alleen batterijen elektrisch. We see that there are a lot of customers which require also hydrogen fuel cell electric vehicles. Because they offer three things in parallel: zero emission, long driving range and most prominently they can be refueled within 3 minutes. Dat tanken van deze Renault waterstof is 4,5 minuut, van 0 kilo tot vol. En daarmee kun je gelijk weer 400 kilometer rijden. Nou, en dat is voor ondernemingen, zeker die de hele dag de voertuigen inzetten, extra belangrijk. Die downtime die moet laag blijven, inzetbaarheid moet hoog. Ja, en zo kunnen we dat met waterstof garanderen. Alleen met elektra redden wij het niet. Wij hebben op dit moment 1/3 van ons wagenpark overgezet naar elektrisch. En we lopen nu al tegen de grenzen van onze aansluitingen aan. Dus ja, we hebben echt gewoon waterstof keihard nodig. Onze hoofdmoot waarop we inzetten is waterstof. De netcongestie waar we in heel Nederland mee te maken hebben, dat het voor ons minder makkelijk is om op de bouwplaatsen aan energie te komen, oftewel aan stroom te komen, waardoor we juist hebben ingezet om de flexibiliteit voor onszelf te bewaren. Voor ons is het voordeel denk ik snelle tanken en de range die ze kunnen rijden. Ook gewoon omdat range, dus de rijkwijde bereik, gewoon altijd constant is. Of het nou winter is of zomer, je kan altijd met waterstof die afstand halen. Het lijkt meer op een diesel dan op een elektrische auto. En dat hebben we nu gewoon nodig. Het zou ik gewoon één op één oversteken, alleen dan ja, zonder uitstoot. De omschakeling naar waterstof als een alternatieve energiedrager is natuurlijk een geweldige stap. Het is een ingrijpend proces. Dat betekent dat die hele keten ontwikkeld moet worden. Van productie naar levering via tankstations en ook gebruikers. Waterstof is op dit moment nog een dure oplossing. Because of the low number of units that are produced is still quite costly. So there needs to be for the introduction phase some government subsidies in order to help this technology to enter the market. Het is een subsidie die is vergeven in een EVRO-traject. Dit project heeft dus echt voor gezorgd dat we de juiste middelen beschikbaar hebben gekregen. En dan zie je dus een aantal bestelbussen komt op de markt, een aantal bedrijven die bussen kunnen kopen. Dat betekent voor de tankstations werken en dat betekent ook dat de productie dan op gang komt. We hopen een klein beetje op een sneeuwbaleffect. Samen maakt altijd sterk. En juist als de toonaangevende duurzame ondernemers zijn in de regio, proberen andere ondernemers er weer bij aan te haken. Dat andere ondernemers ook de voordelen zien van waterstof en daar ook op in springen. Ja, uiteindelijk moeten we het ook echt met elkaar gaan doen. Hoe meer gebruikers, hoe meer voertuigen, hè, hoe schoner de steden, maar ook hoe meer kennis en ervaring we hebben om de techniek te kunnen verbeteren.